Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Sabi, Sabi. Dag is Internationale Vrouwendag. Intussen is aangeschoven de twee matadoren, de heer Kees en Akbal. Gelijk vragen, wat was jullie week? Hebben jullie leuke dingen gedaan? Nou, ik heb een beetje een drukke week gehad met wat problemen met ondernemers, beslagleggingen en zo, met ad hoc hier en daar opgetreden. Bijna 4 dagen ben ik bezig geweest. Zo. Mm-hmm. Had je een probleem gevallen. Oké. Okay. Ja. Nee, mijn week was een beetje business as usual. Dus, lekker gewerkt. Ja, gewerkt. Dus geen reizen voor de voorbereiding. Geen reis voorbereid. Oké. Okay. Nee, we hebben onze reis gecanceld. Ja, oké. Okay. Maak er geen grappen van, want het is vlakbij huis nu, hoor. Tenminste, nee, maar ik zou gaan cruisen en cruise gaan maken. Dus de kinderen zeggen, pa, zal je nou maar dit nou doen? Dus ik heb toch nagedacht, laat het maar even achter. Oké, dus geen cruise. Met andere woorden, we zitten gelijk bij CIVD-19, ja. Oftewel corona. Wat ik heb gekeken is hoe snel zo'n virus ook economisch een heel grote impact kan hebben op de hele wereld. Vooral, en dat blijkt weer, als je jouw economie eigenlijk aan de ene kant van de oceaan maar aan het droppen bent, dacht ik. Alles wordt in China gemaakt, dus... Daar is een probleem, de hele wereld heeft een probleem. Het mooie is, in China is het probleem vrijwel onder controle. Ja. Je ziet dat het aantal nieuwe besmettingen daar heel hard afneemt. Ja. En je hebt ook wereldwijd gezien, en dat media hebben het steeds over totaal aantal besmettingen dat geweest is. En dan doe je eigenlijk, als je zegt ik ben een winkelier en ik geef de 100.000ste klant geef ik een prijs. Mm-hmm. Een cadeau. En dan komt de 100.000ste klant. Mm-hmm. En die geef je een cadeau. En dan denken sommige mensen dat er dan dus 100.000 mensen in de winkel moeten zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. Mm-hmm. Dus het 100.000ste geval hebben we nu gehad van corona. Mm-hmm. Maar er zijn inmiddels meer dan 60.000 mensen genezen. Mm-hmm. Dus je moet kijken naar het aantal besmettelijke mensen. Okay. En dat is nooit boven de 60.000 geweest. Mm-hmm. En dat is vanaf 17 februari is dat weer gaan dalen. Mm-hmm. Vooral doordat China de boel goed onder controle had. Mm-hmm. En dat is de laatste 2 dagen, door het wanbeleid in Italië en Iran, is dat weer gaan stijgen. Maar dat zit nu nog steeds 20.000 lager dan het geweest is. Mm-hmm. Dus... door steeds maar te kijken naar het totaal aantal mensen dat in je winkel geweest is, schep je een verkeerd beeld. Natuurlijk gaan er elke dag meer mensen dood, want als je alle doden in het verleden meetelt, ja, dan tel je alleen maar op, want er blijft niemand het eeuwige leven. Dat je bedoelt te zeggen... Wat er ook gebeurt, Herr Kees, is er is meer een hype, dat er heel veel meer herhalingen zijn en alleen mensen worden gevraagd. En dat is wat de wereld ook zegt, wat je ook gezondheidsorganisatie. Het is niet erger dan een griep. Hm. En alleen, dit is een nieuwe griep waar wij namelijk nog geen vaccin voor hebben. En ja. Er wordt ook af en toe politiek bedreven. Dat heb je gezien in Amerika, dat president Trump op een gegeven moment zei, ja, maar dat zijn die democraten. En nu komt hij weer ineens terug, omdat sinds die boot daar bij Californië staat, ligt. Ja. Hè, dat mag hij niet binnenkomen. En vandaag hoorde ik hem zeggen, joh, laat het maar aan de mensen over die hierover gaat. Ik ga daar niet mee bemoeien. Maar, en dat wat Kees ook terecht zegt, dat zie je namelijk ook in Iran. De eerste instantie wordt ontkend. Want wat krijg je namelijk hiermee, Fitch? Het probleem is, doordat je namelijk de kwetsbare mensen, net als met griep, die gaan dood. Er zijn haast geen jonge mensen doodgegaan. Ja, allemaal mensen boven de 80, die ook ziek waren, die vatbaar waren. En als je een goede informatie blijft geven, dan... gaan mensen anders mee. Kijk in onze Tweede Kamer dan. Een discussie hierover gaande, jongens. Minister, doet u nou genoeg? Hoe kan het zo omhoog gaan? Het kan ook explosief omhoog gaan als er ineens heel veel mensen.
Dat zie je ook bij religieuze bijeenkomsten. Dat in Korea. China, in Korea. Hè. En ja. in Iran, hè, dat mensen dat hek gaat likken en ja, God gaat me genezen. Ja, daardoor krijg je die problemen. Hè. Mm-hmm. En, dus ik zie het meer een hype. En een terechte vraag die je stelt, omdat je alle economieën op de wereld aan elkaar gelinkt zijn, ja. En van de infrastructuur ook afhankelijk bent met het productieproces, en daardoor ook soms korte voorraad hebt, omdat je daar rekening mee moet houden, boten varen ook wat sneller tegenwoordig, en krijg je dit probleem, doordat je namelijk ergens vast zit. Ja, want voor gewone mensen is dit niks anders dan de griep van elk jaar. Ja, ja, ja. Het enige is dat we geen griepprik hebben hiervoor. En die kreeg niet iedereen. En dat is lastig voor mensen die zo zwak zijn dat ze een longontsteking niet overleven. En 98% van de mensen overleeft dat wel. En, of krijgt veel minder klachten. Het is ook lastig omdat in de zorg normaal gesproken krijgen de verplegend personeel en de mensen die contact hebben met patiënten in de zorg, die krijgen een griepprik. Er zijn er maar weinig die dat weigeren. Ja. En daardoor kunnen ze de ziekte niet overbrengen aan zwakke patiënten. Nou, dat hebben we nu niet. Nee. Dus de enige manier waarop je dat kunt bereiken is zorgen dat er genoeg mensen deze griep krijgen en daarvan genezen, want dan zijn ze immuun. Ja, ja. En dan kunnen ze dus wel weer de ouderen helpen in de ziekenhuizen. Okay. Bij elk soort, wanneer dit soort van processen spelen, heb je allerlei, hoe noem je dat, complottheorieën. Ja. Ja? Wordt gezegd van, ja jongens, dit heeft China zelf goed ontwikkeld om ervoor te zorgen dat iedereen op het plat gaat, waardoor zij de wereld overnemen. Flauwekul, zeg ik. Ja, maar waar komt dat vandaan, zo'n complottheorie? Ja, ja, nee, maar het is, moet je daarop reageren? Nee, dan hadden ze ook iets schadelijkers moeten bedenken. Ja, ja. Dit is gewoon een griepje. Ja, oké. Okay. Ja. En dat is, men weet ook waar het om staat. Kijk, andere kant moet je dit wel als een voordeel zien. Ineens gaan mensen bewuster om hygiëne. In China is maatregelen getroffen, het zelf al die markten. Hè? Ze zijn allemaal nu afgeschaft, op een andere manier tegenaan gaan. Mm-hmm. En ziekenhuizen ook extra gebouwd. En trouwens, het was toch een prestatie in 10 dagen zoiets te bouwen. Hè? Ja. Hierbij heb je 20 jaar nog. Maar dat is dus een voordeel nu geworden, dat mensen hier bewuster worden. Goed, en hier moet ook nog eerst het bestemmingsplan worden goedgekeurd. Ja. Bij 10 jaar verder. Ja, goed, en inspraak van de gemeente en inspraak van Jantje, van Pietje. Ja. En wat je ook hier, hier bouw je niet voor COVID-19, maar voor COVID-29. Ja. Maar wat je ook hebt hiermee gekregen, dat het handgeven elke keer. Dat je ineens heel veel mensen niet meer. Ik gaf zo'n zoon niet altijd hand als ze niet kan, hoeft. Ja. Maar dan merk je dat ook, dat op een gegeven moment mensen toch hygiënisch. Vooral in ziekenhuizen. Ja. Dat ik niet snap dat in ziekenhuizen artsen en mensen dat daar werken, dat ze niet altijd handen wassen. Oh, nee, schoon zijn. Hè? Ik ben zoontje van een huisarts. Ja. En mijn vader, die kreeg nooit ziektes, want die gaf iedereen een hand. Ja. Dus alles wat die, elke ziekte die door het dorp ging, die had hij wel gehad in een milde vorm. Dus hij was overal immuun voor. Mm-hmm. En dan word je nooit dat ziek. Is een andere, dus het is net als ouders die hun kinderen zo ontzettend beschermen tegen alles, dat ze niet in de speeltuin mogen vallen enzovoort. Ja, dat zijn de zwakste kinderen. Want die zijn bij geen weerstand. Ja, je moet wel zorgen. En juist dat die cultuur van dat handen geven zorgt er juist voor dat mensen weerstand krijgen. Ja. Dus als je gaat proberen in isolatie te leven en elkaar niet aan te raken, dan word je alleen maar kwetsbaarder. Maar we zijn te schoon geworden. Hè? Ja, toen ik in Nikeri woonde, dronk ik water van de kanaal, overal naartoe, liep je een blote voet, kreeg je een muggensteek, dan kreeg je een bult. Hier zijn we te schoon geworden. Ja, en daarom hebben we allergieën en allerlei andere dingen. Dus, en daar is ook een onderzoek over geweest. Hè? Mensen die toetraden tot Europa, hoe ze dan 20 jaar geleden waren, wat is er daarna gebeurd. Doordat al die hygiënische maatregelen, dan krijg je schoon en ben je immuun voor allerlei, niet meer immuun voor dingen. Hè? Het was natuurlijk ook andersom, toen de Europese settlers naar Amerika gingen.
die maalde niet om een griepje, want dat ging altijd. Maar de griep was nog nooit in Amerika geweest. Dus als die ergens aan land gingen en de plaatselijke indianen een hand gaven, dan was gelijk die hele stam uit. Suriname is ook gebeurd. Hè? Was dood, omdat die weerstand niet had. Hè? Dan nou, is hetzelfde, denk ik hoor. Als iemand 40 jaar zwerver is geweest en op straat heeft geslapen, en ineens besluit je die man een bad te geven, is hij de volgende dag dood. Ja, maar daarom heb ik van Rossum weer, hè, die zeggen, ik douche één keer per week en als het kan, op een ander, je moet zo, ja, daardoor krijg je die bacteriën. Het zijn de uiterste. En also gaan de kazernes van Rutte niet naar Zeeland. Ja. Heeft Rutte de mensen bedonderd? Heeft hij het onderschat? Of nou, hoe zit het? Hij zat met een probleem. Die jongens die wilden gewoon niet. Ja. En die zei... bij zo'n gigantisch goed proces, hè, moet je toch de voorkant, jouw huiswerk, toch ontzettend goed hebben gedaan. Alvorens je Jantje en Pietje Kind, zeg maar, knikkers begint te... zeg je dat? Nee, maar kijk, ik ben het niet mee eens met Kees dat de mensen niet willen. Kijk, je bent een militair en marine hoort bij de zee, maar los daarvan, de proces is al de hele tijd bezig. Mm-hmm. Tot de laatste dag zijn er nog overleg geweest met ambtenaren en de Zeeuwen, hoe we dan gaan, terwijl ze stiekem allerlei onderzoeken aan het doen waren. Dat vind ik een proces dat je met overheid over en niet met elkaar moet omgaan. En daarom vinden die mensen dat ze belazer zijn en dat ze dan, als je er met een probleem zit, dan ga je toch als bestuurder met elkaar zitten en praten om op te lossen. De mariniers bepalen toch niet waar hij naartoe moet gaan. Ze gaan toch ook overal de wereld. Maar dat is los daar, maar ik vind het proces, de manier... Is de boel belazen. Ik vind het toch meer lijken op een vader die zijn dochter wil uithuwelijken. En dan zegt zijn dochter, maar ik wil niet. Ja, je gaat gewoon. En dan uiteindelijk zegt dochter, nee, doe het niet. Nou, dan moet je het uit gaan leggen aan... ja, maar dan moet je toch degene van wie je al die kosten hebt laten maken. En al die dingen, dan totdat niet de laatste dag... met elkaar praten, jongens, we komen wel naar Zeeland, terwijl je stiekem allerlei onderzoek aan het doen bent. En dat heeft hij namelijk, ja, sorry, excuus, ik had namelijk aan de, dan ga je toch even zitten, Zeeuwen, we hebben dit probleem, en het is een landsbelang, hoe kunnen we dat samen dit oplossen? Dit is puur belazerij, hè, eigenlijk. Ja, maar ik heb al heel lang geleden gehoord dat die jongens niet wilden. Nee, die jongens wilden, die zijn al een jaar bekend. Hè. Dat is lang. Maar de staatssecretaris heeft tot de laatste, een dag ervoor dat die beslissing naar buiten kwam, hebben de ambtenaren met Zeeuwen nog gepraat over de mogelijkheden daar. Daar had de staatssecretaris maanden geleden moeten zitten. Jongens, we hebben een probleem. We hebben al tekort voor mariniers. Ga met elkaar even zitten, praten, doen. En daarom zijn die Zeeuwen zo boos dat ze zeggen, nou, we hebben geen vertrouwen in zo'n overheid. Je hebt de boel gewoon belazerd. Mm-hmm. En dat je dan met droge ogen excuses aanbiedt. Ja, wie de belastingbetaler moet weer... al die kosten, mensen zijn uitgeplaatst, zijn allemaal klaargestoomd daar. Zeven jaar lang is de grond al braak. Dan hadden ze andere dingen kunnen doen. Okay. En dat is dus waar ik een beetje moeite mee heb met zo'n regering. Maar ik vraag me af, hè, wat voor een model kan je hierop gooien om de mensen tegemoet te komen met geld en weet ik veel allemaal. Het is toch onbetaalbaar? Dit is ook een imago-schade. Het is wel betaalbaar. Ik bedoel, de overheid kan geld lenen tegen 0% rente. Dus, tot hoe lang moet je de mensen nog betalen? Want op een gegeven moment hoor ik mensen die hadden gedacht van... Hey jongens, er komt hier zoveel mensen komen hier. We gaan de winkeliers, we gaan dat opzetten. Tot hoe lang kan je de mensen dat betalen? Er zijn mensen die dat uit kunnen rekenen, wat de schade is, en dat betaal je dan in één keer. Dat kan zijn, de provincie wilde wat van, en de gemeente Vlissingen wilde wat van, en individuele ondernemers wilden er wat van, dat kun je gewoon uitrekenen. Of het nou nodig geweest was, ik zou gezegd hebben tegen Defensie, tegen die generaal, hè, die erover gaat.
Bekijk het maar. Jij bent hier niet de baas in het land. Wij gaan gewoon verhuizen. Dat klopt. Dan nemen die mensen maar ontslag. Dan gaan we nieuwe zoeken. Ja. En dan hebben we een tijdje lang een hele dip in het aantal mariniers. Voor de organisatie is dat heel vervelend. Maar ik moet nog zien dat als echt het puntje bij het paaltje gekomen was, hoeveel mensen dan ook echt ontslag genomen hadden. Ja, De economie is nu goed en de marinier zal best ergens terecht kunnen. Maar je hebt niet voor niks die carrière gekozen. Dus dat ga je wel ontzettend missen. Ja. Dus ik vind ook dat... We worden gewekt. Ja. Ik vind ook dat je wat harder daarin had kunnen zijn. Ja, ik ben er. Ja, maar ik kijk twee dingen. Oh, sorry. Zeg het maar. U wilde ingaan. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met mevrouw Dulde, mag ik alsjeblieft weten wie de gasten zijn die daar aanwezig zijn? Dank u wel. Is aangekondigd, is Kees en Akbal, onze panelleden. Ja? Oké, dank u wel. Okay. Werk ze nog. Dag, okay, dag. Ga door, jongens. Ja, nee, kijk, het gaat om die proces. Ik heb twee dingen, kijk, of de mariniers weggaan, dat is één. Maar het proces dat je met overheid, een betrouwbare overheid moet hebben, dat je erop kan vertrouwen. Als overheid een lagere overheid, hogere overheid niet kan vertrouwen, hoe kan een burger dan de overheid vertrouwen? Mm-hmm. Daar gaat het mij ook om. Daar hadden ze namelijk als een probleem is kunnen zitten. Kijk, jij zit ook in de politiek, je hebt ook lang in gezeten. Ik heb altijd mijn wethouder, mijn mensen aangegeven, jij moet betrouwbaar overkomen, anders vertrouwen volgende keer. Dat je met droge ogen... Ik zou me doodschamen als ik daar in die vergadering zou zitten en tegen die mensen gaan zeggen, jongens, nee, we gaan daar niet toe. Terwijl een dag ervoor nog aan het onderhandelen was, jongens, laten we even kijken hoe we om een oplossing te vinden. Maar dat ik zou geen overheid willen die niet werkt op basis van voortschrijdend inzicht. Dus als een overheid zegt, we gaan dit doen, moeten ze er altijd van terug kunnen komen. Als er goede redenen voor zijn. En dan roepen altijd mensen, overheid is onbetrouwbaar. Want nee, je moet doen wat je gezegd hebt. Maar de wereld verandert zo snel. En elke dag kunnen er nieuwe dingen gebeuren. Maar daar gaat er niet voortschrijdend inzicht. Het gaat erom, ik heb die voortschrijdend inzicht al gehad. Alleen met degene die ik aan het onderhandelen was, heb ik niet verteld dat ik een voortschrijdend inzicht heb gekregen. Dat hadden ze moeten zeggen, jongens, kijk, mijn voorschrijdende inzicht is dat mijn mariniers weggaan. Dat het daar niet rationeel is om op toe te gaan. Jullie hebben zoveel kosten gemaakt, wij hebben jullie al 7 jaar dingen toegezegd. En dit is de situatie, hoe gaan we dit oplossen? Maar, dat is voorschrijdende inzicht en eerlijk met elkaar omgaan. Ja, maar dat nu, hebben ze niet gedaan. Nu ga je ervan uit dat dat besluit om niet naar Vlissingen te gaan... al lang geleden maanden geleden is een onderzoeksrapport door mevrouw Visser laten doen om onderzoeken om ze ergens anders te kunnen gaan. Maar het besluit, want kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat tussen, want er zijn verschillende ministeries bij betrokken, natuurlijk ook als het gaat om de economische ontwikkeling in Zeeland en zo, het formele standpunt heel lang geweest is, die verhuizing gaat gewoon door en de mariniers moeten niet mekkeren. En we wisten dat ze er tegen waren en dat het leger er tegen was. Maar het leger is niet de baas. Dus het standpunt was heel lang van, nou, dat gaan we toch doen. En er zijn wel onderzoeken geweest over van alles. Maar het moment dat die beslissing genomen is door de regering, we gaan het toch niet doen, dat was heel kort. Nee, dat je zegt regering, dat is iets van mevrouw zelf, minister van Defensie wist dat niet. Bijleveld, die wist niet dat Visser zo'n onderzoek en beslissingen had genomen. Die heeft die dag verteld, daarom is een week vertraagd namelijk. Omdat die beslissing. Dus Visser is eigen op zichzelf bezig geweest om dingen te... En wat is haar argument? Ik heb dit laten doen tot ik tot mijn besluit, dan zou ik mijn andere collega's ingelicht hebben. Even, wat mij verbaast, ik bedoel, er zijn staatssecretarissen voor nog minder weggestuurd. Ja, dit had al lang weg moeten gaan. Wat mij verbaast is dat deze mevrouw gewoon lekker is blijven hangen. Ja, omdat VVD niet goed uitkomt.
Oh, wow. Ja, maar de VVD is niet de baas in dit land. Hè? Ja, het CDA houdt de BVVD in het zadel. Nee, dit is de VVD. dat kwam hem niet goed uit om naar huis te zoeken. Maar oké, de coalitie op zichzelf. Voor de mevrouw die net belde, Akbal is actief in CDA en ik ben actief in de VVD. Dus we vangen elkaar ze nu en dan wat vliegen af. Maar het gaat bij mij om, nou hier, de coalitie wilde namelijk dat straks verkiezing komt. Mm-hmm. Wilde gewoon niet dat er weer heibel komt. Dat is weer bij financiën wat er ellende is. Ja, in plaats dat ze oplossen gaan weer twee mensen aanstellen. Dus dit kwam hun niet goed uit. Mea culpa, we zijn heel goed met excuses aanbieden. Mea culpa, mea culpa. En een teflon laag van meneer Rutte die blijft. Oh ja, dat is dus, het. Ik kan dat niet. Je kan die pan overal zetten en hij blijft kopen. Het blijft gewoon, Die man is schaamteloos, Goed, nou schaamteloos. Ja. Maar zijn neus die wordt niet langer. Dus maar als mensen zouden vinden, Akbal, als mensen zouden vinden dat dat schaamteloos is. Als er iemand het met jou eens zou zijn, dan was hij toch al lang uitgestuurd. Als Rutte alleen op de verkiezing zou gaan, op de districtenstelsel zou zijn, dan zou hij niet gekozen worden. Hij was op een nippertje door de VVD-leden gekozen als lijsttrekker, maar omdat hij op de lijst werd de grootste partij, dus het was een goede keuze. Grootste partij. Hij heeft de laatste twee verkiezingen verloren, hè? Enig vertelt zijn coalitie voor de Tweede Kamer. Nee, zijn coalitie is namelijk een heel grote klap gekregen de laatste twee verkiezingen. En dat is dus woordkeuze. Jongens, we hebben verloren, maar ik ben toch de grootste partij. Maar Akbal, dan zeg je toch eigenlijk dat de VVD de grote man is van het CDA, als je zegt dat hij van de coalitie is. De VVD is toch gewoon de grootste partij geworden? De VVD is grote partij gebleven. Nou. Maar je moet wel kijken, als ik in mijn bedrijf ik elke keer verlies heb, dan moet ik bij mezelf gaan nadenken, waar ligt het nou eigenlijk aan? Ja, maar al ben ik een groot bedrijf, maar ik blijf maar verlies draaien. Heren, mag ik deze, ik worstel en ik kom naar boven. Dit is een spreker van de zeeuwen, hè? Afronden om te zeggen van, Rutte gaat voor een vierde goed periode. Nee, ik denk niet. Nee. Als hij dat wil gaan, dan is hij niet voor het land bezig, waarom, voor zichzelf bezig. Waarom niet, Akbar? Omdat hij niet deugt, omdat hij tot nu toe ons land alleen maar in ellende gebracht heeft bij de zorg. Overal hebben we problemen, nergens worden dingen opgelost. Als hij niet zou deugen, dan denk ik dat het Nederlandse volk verstandig genoeg is om, als hij lijsttrekker wordt, hem geen één stem te geven. Nul stemmen naar de VVD. Okay. Dat gaat niet gebeuren. Dus heel veel mensen zijn het blijkbaar niet met Akbal eens. En betekent dat hij weer gaat voor de vierde periode? Dat verwacht ik wel, Want dat is het beste voor het land en voor Europa. Met de bonus van de premier? Ja. Nee hoor. Onthoud wat ik zeg. Als hij deze keer gaat, wordt hij kapot gemaakt. Omdat hij namelijk... Akbal, ik weet dat jij en weddenschap het moeilijk hebben, want met Brexit... Heb ik gelijk gehad? Het is nu pas gebeurd, hè? Ja. Het is nu pas gebeurd. Als er geen nieuwe verkiezingen waren gekomen, was het toch niet doorgaan. En de vraag is nu, ze moeten nog 2-3 maanden onderhandelen. Moet ik kijken wat er gebeurt. Prima. Maar in elk geval, hier staat het standpunt goed helder. Akbal zegt, Rutte moet niet terugkomen. En Kees zegt, Rutte moet wel terugkomen. Ja. Bloomberg. Die man die heeft een half miljard. Half miljard, besteed aan zijn... Oh, Bloomberg. Bloomberg. Ja. Half miljard besteed aan zijn verkiezingsgoedcampagne en hij heeft not even één staat binnen kunnen halen. Ja. Het was een gok van hem. Ja. Maar blijkbaar werkt het niet zo. Dat je het presidentschap kan kopen. Ja, maar hij was republikein en weer overgestapt naar democratie. Ja. Waar mensen hem kwalijk genomen hebben wat hij in New York gedaan heeft met die zero tolerance. En vooral bij bevolkingsgroepen, van niet-witte bevolkingsgroepen, schandalige methoden toegepast. Hij heeft zijn excuses wel aangeboden, nu pas. Mm-hmm. Maar wat hij daar toegepast heeft, was echt racistisch. Mm-hmm. En dat hebben mensen hem ook kwalijk. Vooral, daar is ook heel veel aan het veranderen in Amerika met alle bevolkingsgroepen. En dat heeft hem ook de das om. En hij had gegokt dat hij à la Trump met het geld, met reclame maken, met iPhones en noem maar op, al die dingen geven mensen, dit zou kunnen kopen, binnenhalen. Maar dat is... Is hij rijker dan Trump? Ja, hij is veel rijker, man. Oh, oké. Ja. Bij hem is het, wordt geschat 40 miljard. Ja.
En andere overeenkomst tussen hem en Trump is dat Trump is ook van partij gewisseld. Die was namelijk vroeger democraat. Oh, ja, okay, ja. Dan zien we dat Biden en Sanders naar boven komen. Hij zegt democraat. Ik weet niet of je die film gezien hebt waar hij een keertje zat op een bijeenkomst bij Obama. En toen maakte Trump een beetje een opmerking van maybe I will be the next president. En iedereen lacht hem uit. En dat wordt af en toe herhaald in zijn campagnes. Ja, okay. Dus onderschat mensen nooit, hè? Oké, dat betekent hij is afgeserveerd en we houden twee... Ja, twee, Sanders en Biden. Sanders en Biden. En Biden wordt het. En ik begrijp dat Republikeinen heel blij zouden zijn als Sanders zou worden, want die wordt afgemaakt. Ja, die wordt afgemaakt. Biden wordt het. Biden. Ja, Biden 78 wordt. Jaar? Ja, nee, maar maakt niet uit. Het is, Reagan was ook zo oud. En, en India heb je ook president van 80 jaar, 85. Oké, okay. Wij denken hier vaak in 60 plus of zo. Maar. Okay. Nee, maar dat is voor mij ook een uber. Hoe komt het eigenlijk dat we wereldwijd steeds weer worden aangestuurd dus door leiders die in hoge leeftijd zitten goed op dit moment. Hoe komt dat? Ja, omdat anders tegenaan gekeken wordt tegen ouderdom. En wij hier mensen afserveren als je wat 60 plus bent. Mm-hmm. En dus op een andere manier gekeken wordt naar ouderdom. Het is ook heel erg traditioneel. Vroeger met al die koninkrijkjes. Ja, je werd pas koning als de vorige koning doodging. En dan was je al oud. Ja, want ik stel die vraag omdat ik kijk dat de kiezerskorps van Sanders, misschien vanwege dus een thematische aanpak van allerlei zaken die nu spelen, toch wel wordt gedragen door veel jonge mensen. Ja, ja, ja. Ja, ja nee, maar dus daar zou nog best een verrassing kunnen komen. Het zou een grotere ramp voor Amerika zijn dan Trump, ben ik van overtuigd, die marxist als president. Mm-hmm. Maar ja, maar marxisten goed niet bestaan. Nee. Ja, maar hij is indankt als die president zo. Hij wil eerlijk verdeling, zorgstelsel en op een andere manier tegen politiek aankijken. Mm-hmm. En iedereen meenemen. Dus dat is meer, de mens telt bij hem veel meer dan het economie. Economie heeft nodig om geld te verdienen. Maar dat mens telt. Dat zeiden ze bij de Russische revolutie ook. Ja, dat ze voor de mensen alles deden en de dictatuur van het proletariaat zou komen. Ik moet het nog. Ik hou mijn hart vast wat hij met de economie voor schade aan zou kunnen doen. Wim Kan die zei toch ook twee keer links is rechts. Dus hou dan maar rekening, want op een gegeven moment kan je dan wel een linksbeleid weer willen uitvoeren, maar je omgeving zegt van hoho, het moet anders. Ja, maar wat is links- en rechtsbeleid? Het gaat erom, je moet geld verdienen, maar je moet ook de medemens mee, want voor wie verdien je in het land het geld? Ja, dat klopt. Ja, wij zitten hier ook in ons eigen land, als we 500 miljard ineens een ICT-project de mist ingaat. Niemand praat erover, omdat we een rijk land zijn. Maar we kijken niet wat voor wanbeleid het gevoerd is. Hè? Ja. Ik heb een uitgerekend, sinds Rutte aan de macht is, moet je gaan kijken. 25 miljard hebben we gewoon weggegooid geld. Er is niks mee gebeurd. Op welk gebied? Op ICT of infrastructuur. Alle projecten die we gedaan hebben, of railway. Dat er geen één project dat er in de buurt. Nu was het, nu recent, heel recent. Zei je nou net dat Rutte al die projecten heeft aangestuurd? De regering. De regering? Ja. De CDA-regering. Op dit moment, nee, het gaat erom de regering. Ja, maar je noemt Rutte. Zeg dan de regering. Maar hij is de man die daar is. Er is nu even aan het beleid gevoerd. Ten aanzien van Rutte heeft nul van die projecten aan. We gaan 100 kilometer dan naartoe. Even. We gaan 100 kilometer, hè? Heren, laten we even kijken over de afgelopen 3 perioden. Welke samenstelling hebben we gehad? We hebben gehad PvdA. We hebben gehad op een blauwe maandag, dacht ik, PVV. Ja. We hebben gehad VVD, die was er goed altijd bij. CDA, die was er ook altijd bij. Die 66 was er goed altijd bij. Ja. Dus eigenlijk hebben alle. De laatste keer was CDA niet bij. Met Partij van de Arbeid. Dus eigenlijk hebben alle gevestigde partijen. Maar ik heb over de regering, die op een gegeven moment. Elke keer project. Nu ook met die 100 kilometer. Even regelen 100 kilometer, 8 miljoen zou kosten. Nu blijkt 19 miljoen te gaan kosten. Om die borden te veranderen. Even we gaan wat regering en splitsen.
Al die dingen, website en al die veranderen, 20 miljoen alleen maar kosten. Maar Akbar, ja. Al die gelden, die verdampen toch niet, die gaan toch terug in de economie? Of? Nee. Ja, al die ICT-projecten, die gaan naar slecht functionerende ICT-bureautjes, die hebben er allemaal fijne salarissen van. Maar dan had je dus dat die verdampt niet, maar dat die wordt geld, gewoon, die daar half, leven we allemaal van. Maar die half miljoen, wat we even vergeten, Kees, dat we slechte scholen zijn gaan krijgen. Dat we niet investeren in onze scholen, ja, en okay. Dat we daardoor de ouderen niet, de AOW'ers de mis. Hoe halen wij in ons hoofd, Kees, dat 150 voedselbanken in ons land zijn? Dan heb je een verkeerde voorstelling van hoe in Nederland de politiek werkt. Bij de begrotingsbehandeling worden de miljoenen verdeeld tussen de verschillende departementen. Nee, maar wacht even. Ja. Als er bij het ministerie van Volkshuisvesting een probleem is met automatisering, dan moet dat volgens onze regels, binnen de regels van Volkshuisvesting worden opgelost en zelfs binnen die afdeling. Dus dat betekent, het is een beetje populistisch om te zeggen, ja, dat gaat allemaal ten koste van de ouderenzorg. Nee, dat is, ja, tuurlijk had je al die andere dingen, had je natuurlijk aan iets anders kunnen besteden, maar zo werkt het niet. Het is niet zo dat als er bij het ene ministerie een ambtenaar, want het zijn nooit, al die politieke partijen die jij net noemde, die verantwoordelijk zijn voor de coalities van de afgelopen drie kabinetten, heeft geen één politicus zich met die automatisering bemoeit, en dat is misschien ook het probleem, maar dat zijn ambtenaren het middenkader van de ambtenaren die zeggen van god, dat kunnen we met computers zo automatiseren. Nou, je ziet ook bij bedrijven, de helft van de projecten werkt niet zoals het zou moeten. Ja, maar dit en dan moeten we, dan moet je heel, maar om daar... Ik vind het heel cruciaal, omdat ik weet dat Akbar, die komt uit die branche. Ja, ik heb... Maar hoe snel wordt het daar afgeschreven? Het heeft heel snel. Die 100 miljoen is weg. Ja. Okay. Daar kan je niks meer doen. Een half miljard is weg. Dus het hele project wordt stopgezet. Het probleem is, ik ben niet eens met Kees, die ambtenaren die zijn met de uitvoering bezig, maar dat wordt bepaald namelijk door de politici om dingen voor elkaar te krijgen. Of het nou bij de Belastingdienst is, of de zorg is, of de ICT basisadministratie, dat wordt niet door de ambtenaren bepaald, dat wordt in de regering bepaald welke projecten we gaan doen. De Orion-project van Defensie, dat is door de regering bepaald. Er is nu de CT2000 van de politie, dat is een gevecht geweest tussen Binnenlandse Zaken en Justitie. Een slecht functionerend systeem is dan toch gewonnen door Justitie. En nu blijkt het weer dat het project niet functioneert. Maar als je naar het regeringsbesluit kijkt voor al die projecten, dan staat daarin, wij willen een goed functionerend programma hebben. Ja, daar staat niet, wij willen een programma wat niet werkt. Nee, maar dus de ambtenaren hebben dat niet goed uitgevoerd, wat de regering besloten heeft. Ja, maar, en het is dus, je moet dus niet doen alsof die ambtenaren de opdracht gekregen hebben om een slecht programma te maken. Maar dan moet je al die ministers naar huis sturen, want dan hoeven ze niks te doen. Laat het aan die ambtenaren over. Want ik ben op minister op dat moment en ik zie mijn voortgang hoe dat gaat. En dan moet ik ingrijpen op dat moment en zeggen, jongens, dit gaat niet verder. Of je moet die minister naar huis sturen, laat de ambtenaren maar regelen. Ja, het is net een voetbalelftal. Of op een gegeven moment er hun resultaten worden gehaald, dan stuur je dus niet die 12 spelers naar huis. Ja, maar het gaat bij mij erom, ik ben toch minister, ik ben toch eindverantwoordelijk. Ik heb geen verstand van dat ik minister geworden ben. Je ziet toch de proces hoe het gaat. Maar ja, als de CDA'ers in de Tweede Kamer zouden zeggen, minister, jij hebt het niet goed gedaan, je moet naar huis, dan gaat hij. Maar dat zegt het CDA niet. Nee, maar dat gebeurt ook, maar dat is ook bij de VVD hetzelfde. Ja, tuurlijk. Kijk maar hoeveel VVD-minister niet er mist in de gaan is, laatste tijd. Geen één CDA-minister is afgedreden. Nee, maar het hoort bij het DNA van VVD, dat weten we. Ja, maar dat is. Maar los daarvan, bij mij gaat het om welke regering het ook komt. Ik begin namelijk, omdat ik in de ICT en die bedrijfsleven al die gazanen, dat wij niet een volk zijn die in opstand komen. Wij accepteren, omdat we een rijk volk zijn, we hebben geld.
En dat wil ik graag omdraaien. Wij zijn een rijk volk omdat we niet in opstand komen. Ja. We lossen de problemen gewoon op. En jij wil gewoon conflicten. Nee, ik wil namelijk dat geldverspilling op een goede investeren in de jeugd, investeren in de zorg, investeren in gehandicaptenzorg, investeren in het milieu. Maar ik hou je dus aan dit project, ICT-project. Hoe zou dit dan bewerkstelligd moeten worden zonder dat er brokken vallen? Ja, dat is heel simpel. Ik heb dat het ministerie van Financiën heb ik voorgesteld. Hè, dat een rapport ook over gemaakt. Ik zei, joh, stop met het huidige ontwikkeling. Neem bij nul. Begin bij nul. Neem TU Delft mensen en studenten en geen bedrijven. Maar die ga je ontwikkel komende anderhalf jaar een nieuw systeem met een nieuwe techniek die er is. Want bij Financiën is in COBOL geprogrammeerd, in Assembler geprogrammeerd, in allerlei oude talen. En er werken 200 verschillende systemen, die werken niet met elkaar samen. En dan word je elke keer een functie erbij, wordt een soort spaghetti. Programma technisch kan je, niemand kan dat oplossen. Aan de jager heb ik voorgesteld, die durfde ook niet, die kwam van de EICT. Joop Wijn durfde niet. Ik heb de huidige minister ook aangegeven, durfde niet. Justitie heb ik hetzelfde gedaan en aangeboden, jongens, welk maar. Maar men durft niet omdat ze 4 jaar aan de macht zijn. En dat is het probleem. Niemand durft nog een niveau aan te pakken. Als je het mij zou vragen, dan zou ik nog een niveau dieper beginnen. Namelijk niet door een te zorgen dat die ambtenaren een goed programma krijgen, maar dat we andere ambtenaren krijgen. Nee, nee, dus, dat ligt niet aan de ambtenaren. Ja, maar... Nee, ja. Ja, Order. Financiën, daar zullen best allemaal goede mensen werken, maar met elkaar kunnen ze het niet. Dus wat je moet doen, is zeggen van, nou, financiën kun je niet van de een op de andere dag opheffen. Hè, want dan krijgen we de echte allergrootste problemen. Want dat is de moneymaker voor het land, want die zorgt dat al het geld binnenkomt. Maar ik zeg niet dat je moet opheffen. Wacht even, nee, maar laat mij even mijn alternatief uitleggen. Bijvoorbeeld bij die hele toeslagensector. Wat er toen had moeten gebeuren, maar wat vandaag nog steeds kan. Je had nooit toeslagen moeten organiseren, maar zet gewoon een nieuwe organisatie op, from scratch, met een nieuw management die dat aan kan, waar je mensen aantrekt die precies op de goede plek zit, en dan met die nieuwe programmatuur, die helemaal ook niet meer rust op 5 verschillende oude talen, maar gewoon een samen. Want uiteindelijk zijn het allemaal gewoon databases, hè, die je met elkaar moet laten praten. Zo ingewikkeld is het eigenlijk niet. En dan die nieuwe organisatie, die laat je dan die taken overnemen. En dan op taak voor taak laat je ze van het oude ministerie dingen overnemen. Om die toeslagen te komen. Kijk, Sociale Verzekeringsbank kan het zo uitvoeren. Maar die voert de kinderbijslag, die heeft de database en die heeft al die dingen. Alleen bij toeslagen is in de kern het probleem, omdat je werkt met schattingen. Wat zal uw inkomen zijn in 2020? Hmm. En ik zeg, mijn inkomen zal 5.000 zijn, dan krijg je een hoge toeslag. Achteraf blijkt mijn inkomen 20.000 te zijn. Heb ik een probleem? En dat is de essentie van toeslagen, het probleem. Mijn voorstel, ik hou sowieso niet van al die toeslagen, nee. Huurtoeslag, allemaal afschaffen. Allemaal weg. Allemaal afschaffen. Eén vlaktaks. Op een andere manier, één vlaktaks. Maar omdat dat niet kan, creëren we een probleem. Bij in 2005 is al gewaarschuwd, doe dat niet. Dit heb je ook de hoogste baas van de Financiën, hè? Mm-hmm. Die had gewaarschuwd, doe dat niet. Ja. Maar het was een politiek besluit. Omdat iedereen wilde, jongens, we moeten wat geven. Iedereen wilde zijn eigen groepjes en dat is het dienen. Probleem. Ja. Dus automatisering is niet moeilijk, Vis. Maar het probleem is, de ambtenaren zijn. Toen ik dat automatiseerde, had ik zo'n met 3 ministeries te maken. En er waren gewoon ook deskundigen. Alleen, wij drieën. Hier moet Kees beslissing nemen. Nee, Kees zegt nee. Hier moet Fitz. Fitz zegt nee. Mohammed moet hier beslissen. Dus er werd soms geen beslissing, dan was ik 2 maanden verder. Dat is het probleem, omdat men niet durft, omdat afgerekend wordt bij die ambtenaren. Deskundigheid is er wel. Hè? Ja, okay. We blijven even bij de politiek. Gisteren was het congres van de PvdA. Ja. En een paar dagen eerder was er een verrage van alle drie. Alle drie.
Of vier of drie? Nee, drie. Oh, drie. Okay. Drie, ja. Drie. GroenLinks, SP en Partij van de Arbeid. Is het de zoveelste keer dat ze aan het vrije zijn als politieke partij? Wordt het iets, wordt het niets? Nou, ik zie bij GroenLinks en Partij van de Arbeid zo'n akkoord stemmen, maar ik zie geen fusie. Nee, maar okay. Dat hoorde de voorzitter van GroenLinks ook zeggen. Joh, wij kunnen zelfstandig veel meer dingen doen en veel meer halen. Maar dat is ook afgestemd in dat congres, dus het gaat ook niet gebeuren. Dus het enige wat nu nog open staat is of ze op hoofdpunten samenwerken aan een verkiezingsprogramma. Ja, een soort lijstverbinding. Nee. Nee, dus samenwerken op het verkiezingsprogramma. Zodat ze inhoudelijk dezelfde punten, dat ze over het klimaat exact hetzelfde zeggen. Dat ze over. Ja, dat ze dan ook met coalitievorming ook in blok samenwerken. Dat ze niet uit elkaar gedreven worden en zo. Is dat de opmaat om te komen tot drie blokken bij de verkiezingen? Een middenblok, een links en rechts, voor zover je die begrippen nog kan gebruiken. Ja, dat zou kunnen. Nou, in ieder geval, proberen een beetje midden. Ja, maar ik zag vandaag, hoe heet die, van Jette, van D66, Buitenhof. Uh-huh. En die profileerde zich daar heel erg als de middenpartij. Ja. Dus hij wilde niks te maken hebben met dat linkse blok. Hij is zich nu dus aan het afzetten tegen links. Terwijl ze daar eerder, heeft D66 daar natuurlijk wel mee geflirt. Ja. Dus dat kan inderdaad wat openen. Want dan heb je dus een middenblok van D66, VVD, CDA. Nou, daar zit voor iedereen, voor elke redelijke kiezer zit daar wel wat keuze in. En dan heb je nog een rechtsblok, waarvan eigenlijk nooit iemand weet of ze sociaal-economisch nou eigenlijk rechts of links zijn. Oké. Even één opmerking waar ik samelijk die trend zie. En ik lees niet altijd die van Özdil en Kolom, maar vorige week las ik toch wel. En dat merkte je in de zin van dat we Forum van Democratie, Baudet, racistisch en noem maar. Hij heeft alle citaten van alle partijen, partijvoorzitter, prominente, op een rij gezet. Allemaal zeggen min of meer hetzelfde, alleen woordkeuze is anders. Maar Rutte zei ook, pleur op toch naar Turkije. Dus hij heeft namelijk allemaal op een rij gezet. En we zeggen, oké, we gaan allemaal voor hem. Dat zie je in mijn partij. Hij heeft ze allemaal uit hun context gehaald. Ja, nee, maar het is altijd, dat is dus de discussie. Als Baudet wat zegt, wordt het niet uit context gehaald. Maar als Rutte of Buma wat zegt, of wat dan ook, dan wordt er een context. Maar allemaal is het denken. In mijn partij is nu nog, vandaag ook, we hebben een mail van onze voorzitter gekregen, in de zin van, jongens, wij moeten subsidiariteitsbeginselen hebben, laten provincie of gemeente zelf bepalen. Maar dat is theorie. In praktijk gebeurt dat niet. Praktijk wordt wel bemoeid. Want ik kreeg ook als campagneleider een leidje naam, een telefoontje, jongens, we kunnen met campagne niet helpen om dingen doen. Zeg, we bekijken het maar. En dat is dus wat partijen aan het glijden zijn naar allerlei coalities. Maar ik zou niet weten waarom het Forum van Democratie niet zou kunnen regeren. Ik zou niet weten waarom het zo slecht is. Maar dit zeg je omdat je aan wil duiden dat in feite alle partijen hetzelfde zijn. Ja, maar we zijn hypocriet. We zijn hypocriet daarin. En we doen het. Want die man heeft ook goede ideeën. Ja, ik ben ook niet overal eens met mijn partij hoe dat gaat. Maar wil nog niet zeggen dat ik hem alles koek en ei is. Dus het zijn ook allerlei geluiden hoe je met vluchtelingen. Ik heb op de vergadering we hebben gebeden. Jezus was ook een vluchteling. En ineens zijn we zo hard over vluchtelingen. Dus dat is een andere manier van kijken. Oké, goed. We gaan dit afsluiten, maar we gaan eerst met vakantie naar Turkije en dan komen we via Griekenland het land binnen. En dan hopen we dat Syrië dus nog bestaat. Maar wat moet er gebeuren? Erdogan die heeft Europa weer in zijn greep. Ik ben eens met Erdogan de wijze waarom. Er staan 3,6 miljoen mensen daar. Hè? Mm-hmm. En wij, ik bedoel het ook zo. Kijk, wij hebben in ons land, wij vieren 75 jaar vrijheid. Mm-hmm. Wij hebben niet geleerd in de oorlog dat we ook in de ellende zaten. Hoe we die mensen behandeld hebben, overal zijn we opgevangen. Wij hebben ons land niet zelf bevrijd. We zijn bevrijd door vreemdelingen.
Marokkanen, Canadezen, ook Suriname. En overal de wereld heeft het land bevrijd. Dan moet het dankbaar zijn dat we dat les toen de tijd nu... Hey, NS, u hebt verkeerd gedaan. U moet dingen gaan betalen. Dan haal je wel heel veel verschillende dingen door elkaar. Dit is... Hier leren wij nooit. Wij zitten met vrijheid en al die dingen moeten voor mensen die in verdrukking zijn, moeten we helpen. Maar Akbar, zie je dan in je straat zitten dat er bij jou in de voortuin alleen... Ja, ik doe dat. Ik vang ze ook op. Ik ben vluchtelingenwerk, heb ik ook gezeten. Ik heb ook gedaan. Maar wat ik kwalijk neem... Het zijn ons 3,6 miljoen. Hè? Nee, maar wat ik kwalijk neem, of er nou 10 miljoen is... Dat ik mijn geweten, dat er niet daar een Griekse boot mensen hun motor kapot maken en in de zee duwen. Dan denk ik, jongens, hoe kan jij s'avonds slapen? Daar gaat het bij mij om. Maar waar ligt het probleem? Ligt het probleem in het feit dat Syrië bezig is om zijn land, om zijn burgers uit te moorden? Of ligt het probleem in het feit dat meneer Erdogan zegt van luister, ik kan mijn afspraak niet nakomen, want jullie komen je afspraak als Europa ook niet nakomen. Meneer Fitz, u bent te ver. We hebben hierover 2 dagen geleden een discussie gehad, Nieuwspoort. Wat is hier? Mm-hmm. En daar heb ik ook gezegd, het probleem is dat wij hebben er voor die vluchtelingen gezorgd. Als wij niet in Syrië en in Libië niet bombarderen, en we laten ze gaan, wij bewapenen ze ook, dan is de ene mijn partij, dan is de andere mijn tegenstander. Als Europa en Amerika niet bemoeid daar, moet je kijken hoe het anders gaat. Wij verzwakken elke keer die regeringen en we zorgen voor die ellende, maar we willen namelijk niet opkomen op die ellende die we verzorgd hebben. Wat er nu in Syrië gebeurt, daar is Erdogan is Al-Qaeda aan het ondersteunen, die de Twin Towers hebben neergeschoten om te vechten tegen de Russen. De enige manier waarop dat probleem zo snel mogelijk kan worden opgelost, is als de staatsgrenzen van Syrië weer gewoon erkend worden en Turkije zijn invasie daar terugtrekt. Want dan is het snel afgelopen, dan is de stroom vluchtelingen ook snel afgelopen. De enige manier waardoor er zoveel vluchtelingen, zoveel mensen op de loop gegaan zijn, is doordat... we die oorlog veel te lang hebben laten duren als we gezegd hadden, nou Poetin, je hebt in een hele hoop dingen ongelijk, maar hier heb je misschien wel gelijk, dan was die oorlog al jaren geleden afgelopen. Yep. Maar nou even het andere probleem, ik weet, dit is niet van mij. het andere probleem aan de Turkse grens, dat staat er eigenlijk los van, want op dit moment heeft Turkije de grens met Syrië goed afgezegeld. Dus het is niet zo dat 4 jaar lang, hè? Ja, het is goed afgezegeld. Dus het is niet zo dat daar nu steeds vluchtelingen binnenkomen. Hij laat daar niemand binnen. Dat hij die hordes op de grens heeft afgestuurd, en dat is echt een daad van agressie, en waarbij die kwetsbare vluchtelingen misbruikt om een crisis te veroorzaken, dat is echt schandalig. En ik vind ook dat we in dit geval die grens potdicht moeten houden. Desnoods gaan er alle legers van de Europese Unie heen. Zo'n daad van agressie om gewoon duizenden mensen de grens over te jagen, om iets af te dwingen, dat is een daad van oorlog. Maar kan hij anders? Nee, tuurlijk kan hij anders. Hij heeft ze allemaal voorgelogen. Hij heeft gezegd, de grenzen zijn open. Hij heeft met bussen de mensen erheen gebracht. Nee, maar ik bedoel, kan hij anders in de zin van schuiven met de mensen, een deel in oost, een deel in... Tuurlijk, hij heeft nu zijn hand overspeeld. Hij had een hele goede kans om die Turkije-deal die er was, de Europese Unie betaald voor de opvang van vluchtelingen in Turkije, die had heel goed opnieuw gemaakt kunnen worden. Maar dit is typisch hè, schuld geven aan iemand anders, terwijl niet aan de eigen gekeken wordt. De Turkije-deal is gemaakt,
dat één op één, dus dat mensen ook Europa zouden opnemen. Kijk maar in Lesbos, wat er gebeurt, nemen niet op. Degene die dit ontwikkeld heeft, Turkije, die heeft gezegd, het is schandalig van Europa dat wij Turkije in de steek gelaten hebben en alles door Turkije laten opknappen om daar te kunnen doen. En we hebben tot nu toe onze afspraken niet nagekomen. En ik denk dat hier, ik ga niet zeggen dat Turkije hier gelijk in heeft, maar ik begrijp het wel dat die man zo reageert. Omdat hij wanhopig is geworden. Ja, maar in zijn eigen land zijn er 3,6 miljoen. Je laat je land miljoen. Niet regeren door wanhopige mensen. Nee, maar waar wacht je toch redelijk denken maar van? Maar we hebben 4 jaar niks gedaan. We hebben waar? Onze, nee, kijk maar, ga maar kijken wat we 4 jaar na die Turkije-deal, hoeveel mensen wij opgenomen volgens afspraak gebeurd had. Is van 20.000 of zo? Nee hoor, dat hebben we niet nagekomen. Die man heeft uitgerekend, Europa man, die uitgerekend dat we dit niet hadden moeten doen. Heren, en de Turkije heel goed is dat hij gedaan heeft. Welke oplossing sturen wij naar Istanbul? Geen, ik zou, als ik Erdogan was, had ik nog meer mensen naar de grens gestuurd. Ja. Om ervoor te zorgen, Europa zijn echtbare gezicht laten zien. Jij moedigt nu oorlogsmisdaden aan. Nee, als je onschuldige mensen het ravijn overstuurt, dan ben je oorlogsmisdaden aan het aanmoedigen. Nee, en dat is ik wil de ware gezicht van Europa zien. Ja, tegen welke prijs? Wij hebben over mensenrechten overal. U mag dit niet doen, u mag dat niet doen. Dit is mensenrechten. En daar komt mijn NCSM om de hoek kijken. Wij vechten voor die mensenrechten. We gaan ook proces aanspannen hierover. Hoor. Jij zit in welke club? In Nederlands Juristencomité Mensen. We hebben net over Syrië gewonnen. Mm. We hebben nu onze volgende processen. Etnisch profilering van de marechaussee. Je hebt de krant gelezen. We gaan dat ook winnen. En wij komen van onrecht op. Welke handreiking doet Kees de Gruyter die de wereld overal reist? Ja. Want je bent naar Syrië geweest. Je bent naar Libanon geweest. Je ziet de mensen in rijen staan. Welke handreiking doe jij dus naar Erdogan? Hekken dicht. Naar Erdogan. Nou, die hekken dicht houden. Maar ondertussen, van de week is er een bijeenkomst tussen Erdogan en de Europese Unie. En in die bijeenkomst een heel ruimhartige deal maken over opvang van mensen in de regio. Vorige week heeft het niet opgeleverd. Het is niet zo dat er nieuwe mensen nu binnenkomen uit Syrië. Er is niet een nieuwe golf of zo. Nee, nee. Die blijven allemaal in Syrië. En daar hebben de Russen en de Turken ook al goede afspraken over gemaakt. Op alles rond die snelweg M4, daar in het noorden van Syrië. Om dat onder controle te houden. Dus er is niet ineens een acuut probleem. Erdogan zorgt voor een invasie met onschuldige mensen om zijn zin door te drijven, om een punt te maken. En dat vind ik echt, op die manier mag je geen politiek bedrijven. Niemand, dat is een oorlogsmisdaad. Het laatste woord is aan de heer Akbal. Ja, nee, ik ben het niet mee eens met Kees, omdat je namelijk het probleem bij Erdogan laat. Je mag blij zijn dat 3,6 miljoen mensen en 4 miljoen opvang al jaren, door problemen zelf. En dat wij toegezegd hebben 5 miljard te geven om voor de opvang daar te regelen. Maar zelf doen we niks. Wij laten in Lesbos al die mensen die daar zitten doodgaan, pieteren. Als je ziet met kinderen, daar 5400 kinderen daar zitten, dan denk ik, jongens, waar is je menselijkheid? Heb je de oorlog hier niet meegemaakt? En vieren wij hier onze 25-jarige vrijheid? Dan zeg ik, ga in een spiegel kijken en hoe je met die mensen omgaat voordat je vinger opsteekt naar andere mensen om te zeggen, let op je mensenrechten, China of Saudi-Arabië. Eerst in ons eigen Europa kijken hoe we met mensenrechten omgaan. Okay. Dit is een schandaal. Mannen, bedankt voor deze aflevering van Crossfire. Ik zou zeggen, laten we hopen dat al deze lieden die de wereld leiden op een gegeven moment toch met liefde tegen elkaar aankijken en zeggen, we gaan het goed oplossen. Ja, bedankt. Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvaste Radio.